Je luistert naar Discutafel, de podcast over ecologisch tuinieren en permacultuur. Hey, fijn, je bent er weer. Nou, ik ook. Ik ben Yvonne Smit en je hebt een episode gedownload van Discutafel podcast. Dit is aflevering 83 en die hebben we online gezet op 31 juli 2020. Dat is net even een dagje later dan gepland, maar dan heb je ook wat. Wat gaan we doen? Nou, we hebben eigenlijk even deel 2 als het gaat om het onderwerp invasieve exoten. Enkele afleveringen geleden hebben we gesproken met Wilfred Reinhold van het platform Stop Invasieve Exoten. Dat is een heel leuk gesprek. Ik zou het zeker even terugluisteren wanneer je het nog niet hebt gehoord. Het gaat hier om aflevering 80 van 18 juni. En deze keer gaan we door in de vorm van een discu-reportage over het onderwerp. Want op een warme dag in juni sloot ik aan bij een excursie in het kader van de Week van de Invasieve Exoten. Het was KNNV afdeling Nijmegen die deze excursie organiseerde in de omgeving van Milsbeek. De KNNV is trouwens de Vereniging voor Veldbiologie. Even voor je oriëntatie als het gaat om Milsbeek. Het is best een heel bijzonder gebied daar, met een enorme diversiteit. Want wij staan aan de Limburgse kant, tussen Gennep en Mook in. En daar komt het riviertje de Niers uit in de Maas. Maar aan de overzijde van de Maas, daar zien wij Brabant liggen, met een klooster en even verderop Kuik. Het is een heel vlak landschap daar aan de overkant. Stroomafwaarts ontmoet het Maaswater al snel de grens met de provincie Gelderland. Dat is even ten zuiden van Nijmegen. En vlak achter ons begint de bosrijke omgeving van Kleef en zien we de stuwwal waar je ook de Mokerheide kunt vinden. Nou, dat gebiedje daar bij Milsbeek is dus niet alleen een plek met een grote biodiversiteit. Ook liefhebbers van geschiedenis kunnen er hun hart ophalen, want het lijkt er namelijk verdacht veel op dat hier ooit een klein Romeins kasteel stond, ergens in de eerste eeuw na Christus. En later, vanaf ongeveer het jaar 1000, stond er een forse burcht en een vesting en die heette het Genneperhuis. En in de loop der eeuwen is er heel veel gestreden om dit gebied, want die Maas is natuurlijk een hele strategische rivier. Nou vind ik dat laatste, die geschiedenis, dit vind ik zelf best heel interessant eigenlijk, maar dat is natuurlijk niet de reden dat jij hebt gekozen voor om te luisteren naar Discutafel podcast, een podcast over ecologisch tuinieren, duurzaamheid en allerlei groene onderwerpen. Toch noem ik dit allemaal even, want onze excursieleider Jan Nillissen in deze discureportage, die blijkt niet alleen kenner te zijn van de natuur, exoot of niet, maar ook van die historische schermutselingen. Hij is een geweldig verteller en hij doorspekt zijn verhaal geregeld met allerlei historische anekdotes. Nou, Discutafel die wil zich toch wel aan het groene thema van de podcast houden, dus met mijn montage doe ik onze Jan dus niet helemaal recht. Hij is gewoon veel veelzijdiger dan je hieruit kunt afleiden. Wil je meer weten over de geschiedenis van het Genneperhuis of over de activiteiten van de KNNV Nijmegen? Ga dan naar de shownote op discutafel.nl voor de nodige links. En daar tref je ook links aan naar achtergrondinformatie over een groot aantal van de genoemde planten en van alles over de tijdsindeling van voor en na Columbus, waar Jan Nillissen het ook over heeft. Ergens onderweg in de reportage een gevalletje, raden maar, een geluidsspelletje. Je hoort namelijk een geluid en ik ben benieuwd of je raadt wie of wat het geluid veroorzaakt. Er valt niks te winnen, maar toch. En je komt ook nog een bijzonder exotisch verhaal tegen van een deelnemer over een vreemde vogel. Maar of die nou zo invasief is, dat moet je zelf maar even horen. Leun lekker achterover en geniet van een struintochtje langs de Niers en de Maas.
discureportage. Dat we daar speciaal aandacht aan schenken. Dat zijn dus planten die plotseling uit de rest van de wereld hier verschijnen en heel agressief een plek innemen. Ja. Onze werkgroep, de plantwerkgroep van Sophie en Gerard, die hebben dat allemaal bestudeerd en er is een dik boekwerk over verschenen. En die vertellen het volgende, kijk, zeggen ze. We hebben hier in deze streek 1500 planten. Kleef Nijmegen. En die verdelen we in twee groepen. Eerst even dit. Van die 1500 zijn er 800 uit elders. Dat zijn dus planten die vaak uit het Middellandse zeegebied komt. En de Klein-Azië, de Caucasus. Die kun je in twee groepen verdelen, de archeofieten en de neofieten. De archeofieten, hier heb je de... Heb je het over die 800? Ja. Oké. En die archeofieten, die zijn voor Columbus. En de neofieten zijn allemaal gekomen na Columbus. Want, wat is er gebeurd? 250 miljoen jaar geleden zaten al die werelddelen aan elkaar vast. En dan, dit heette Gondwana. Pangea. En dan gaan die werelddelen uit elkaar schuiven. Dan ontstaat er overal, elk werelddeel, ontstaan andere planten. En dan komt daar 1492 opeens Columbus aanvaren. En die plakt al die continenten weer aan elkaar vast. Want die begint al die planten te versjouwen. Ook de bacteriën, de virussen, de dieren. En alles begint dan zich over de hele wereld te verspreiden. En dat is de globalisering. Wij noemen dat homogenisering, dus alles wordt homogeen. En dat zijn de neofieten. En dan moet je kijken, hier in de 16e eeuw was er nog geen één, net voor Columbus. En in de 17e eeuw zijn er 10, dan 18e eeuw 13, dan komen er 35 in de 19e eeuw. En hier in de 20e eeuw zijn er al 175 binnengekomen. En je bent optimistisch in de 21e eeuw. Zijn pas 14, pas 14. Maar we zijn ook net in de 14e. En we gaan dadelijk naar die invasieve exoten even ook kijken. Maar er wordt nog steeds meer, want nu hebben ze ook gespecialiseerd in alles wat met caravans meegebracht wordt. Dus ja, zo, hè? Ja, er wordt steeds meer. En een aantal zien dat als een bedreiging. Nou, dan stel ik voor dat we eerst even een kijkje nemen bij de... op het rivierduin, om die verschillende landschaptypen eventjes in beeld te krijgen. Want dit maakt het gebied zo interessant, dat naast en vlak naast elkaar zoveel verschillende biotopen en ecosystemen zijn. En daardoor heb je ook veel gradiënten, dus overgangen van droog naar nat en van zand naar klei. En hier langs deze straat, dat is de Bloemenstraat, moeten dus ook veel bloemen staan. Daar staan dus veel archeofieten, die zijn voor Columbus al hier binnengekomen. Er staat een klaprozen daar. Er staat rivierenplant. Die vind je overal langs de rivieren. Maar dit zijn nou archeofieten. Die zijn al binnengekomen, in Nederland binnengekomen. Toen hier de eerste landbouw kwam. Die landbouw kwam uit het Midden-Oosten. En van daaruit heeft ze zich naar Europa verspreid en met die akkertjes gingen ook deze planten kwamen mee, zoals hier de kleine klaproos, dit is de raket, dan had je daar de zwarte mosterd en het echte kamille. Die echte kamille met die bloemen, die hebben een heel opgestoken bloemhoofdje daar, wanneer ze wat ouder worden en die ruiken ook heerlijk en die kamille, ja, die komen overal van gebruik, want dat is een panacee. Daar bedoel ik mee, tegen elke ziekte helpt dat. Vandaar die kamillethee. Ja, ja. Dat zijn nou allemaal archeofieten. Daar heb je Jacobs Kruiskuit. En, Boerenwormkruid. Of dat een archeofiet is, weet ik niet direct uit mijn hoofd. Maar je ziet hoe schaal het is en dat we hier de overgang hebben van het rivierduin naar de vette
rivierkleigebieden en daar gaan we dadelijk in. Ik wou heel even een klein kijkje te nemen in dat rivier. Dat is een speerbissen, hoort u? Ja, dat is een speerbissen. Ja, en dit is dan ook het terrein en je ziet die paden lopen van de bisamrat en de muskusrat. De bisamrat is een zuidelijke soort, die komt uit Zuid-Amerika. Die kan niet goed tegen winters, maar die is wel een stuk groter. Dat zijn alle twee knaagdieren, maar die voor een pels gefokt werden en losgelaten zijn. En die zo in het natuur en milieu terechtgekomen zijn. Jan, we zien hier dus die grote waternavel, hè, ja. Wat jij zegt, in de sloot. Wat maakt dat die zo kwalijk is voor ons milieu? Nou, wat ze dus zegt is dat ze... Dat die dus de inheemse flora verdrinkt. Je ziet, er is geen enkele plek meer over voor onze eigen waterplanten. Hier zou teerveerderkruid moeten staan. Er zou pijlkruid moeten staan. En egerskoppen. Er is helemaal niks. Er is alleen maar brandnetel en grote waternavel. En die houden van die voedselrijkdom. Je ziet het grote verschil tussen de rivierduinen en dit gebied met de klei. En die voedselrijkdom die er is. Jan, je vertelde, die grote waternavel is eigenlijk nauwelijks te bestrijden, omdat die... is dat vegetatief vermeerderen? Ja, dat is vegetatief. Ja. In Den Bosch weet ik dat ze proberen om hem op de Dommel tegen te houden door drijfbalken daar neer te leggen en ze weg te vangen. Ja. Hoe zijn de beheermaatregelen hier, denk je? Tot nu toe, ik heb net met die man van het waterschap over gehad, doen ze niks. Hij zei, als wij hier aan het werk gaan, dan drijft het naar Rotterdam. En dan krijgen ze daar de problemen. Dus alle voedingsstoffen worden door waternavel opgenomen, zodat er geen voedingsstoffen meer overblijven voor de algen, zodat het water prachtig doorzichtig is. Is er dan misschien een functie mogelijk als veevoer of iets dergelijks voor deze plant, waardoor je het toch nog kunt gebruiken? Ik weet dat ze deed met water hier zin. Maar van de waternavel weet ik niet. Ik heb wel bestudeerd, maar ik heb niks van kunnen lezen. Maar dat betekent dus dat je met grote drijfnetten dit eruit moet gaan zitten vissen. Want dat is ook een manier om met invasieve exoten om te gaan. Ja. Hè? Kijken of je ze toch op enige manier nuttig kunt gebruiken. Ja, inderdaad. Ja, en van de waternavel nu even een intermezzo vanuit de Discutafel studio. Want de waternavel maakt weinig geluid, voor zover ik weet, maar in dit intermezzo gaat het wel even over vreemde geluiden. Je gaat nu twee fragmenten horen die ik heb opgenomen tijdens deze excursie. En het eerste fragment, daar hoor je Jan lekker op de achtergrond van alles vertellen. Je hoort fietsbellen langskomen, maar je hoort ook gespetter. En de vraag is, wie of wat veroorzaakt dat gespetter? Nou, het tafereeltje deed mij in ieder geval heel sterk denken aan lome zomerdagen langs de oevers van de IJssel vroeger in mijn jeugd. Wil je het antwoord weten van dit raden maar spelletje? Ga dan even naar de show note van deze aflevering op de website discutafel.nl. Het tweede fragment is een verhaal van een van de deelnemers, een heel vermakelijk verhaal over een wel heel internationaal georiënteerd vogeltje. Luister maar. Nou waren al deze fortificaties. Daarom hebben ze daarbij gelden, waar dat torentje staat, daar dat torentje, hadden ze een kanaal gegraven van de Niers naar de Maas, zodat de Niers niet hier rijdt langs, maar daar. En zodat dit allemaal droog kwam te liggen, zodat ze het konden verhogen. Maar voordat dat klaar was, hadden ze een gigantische kwijt, hadden ze zich al over. Ik had in de Nijmeegse Waard een bosgietzanger. Oh. En heb ik een beetje nagezocht. Die heeft 40 nabootsingen van Afrikaanse vogels en ongeveer 12 van Nederlandse vogels. Ja. En ik ben een paar keer in Marokko geweest en dan heb je de buulbuul. Een hele algemene vogel die ontzettend mooi fluit. Dus ik ga toch eventjes die opnemen in de Nijmeegse Waard.
kijken of de wildburen ook erbij kan houden. Ja, dat zijn pas exotische waarnemingen. Ja. Kijk! Ja, mooi. En dat zijn dus notenbomen. En het heel merkwaardige is, dat is begonnen op de kribbe langs de Waal. Daar zagen we ze eigenlijk voor het eerst. En nu zien we overal noten opslaan, die dus door eksters kauwen, overal naartoe gesleept worden en zich hier vestigen. Eigenlijk ook een boom uit het Mediterrane gebied, die dus heel laat een blad komt. En die je maar bij je huis moet laten staan, want als je daar hebt, dan heb je ook geen muggen. We kunnen hem niet als invasieve exoot betitelen, nee, hè? Nee, daar vind ik, nee, daar vind ik te veel eer voor. Dat is ook weer een hardhoutsoort, hè? En? Hardhout. Ja, is hardhout. Notenhout wordt wel veel gebruikt als fineer, hè? Als voor meubels. Hardhout, ja. Laten we toch maar weer even teruggaan naar de echt invasieve soorten. De echt invasieve exoten, kan ik beter zeggen. Want we komen uit bij een verhaal over een Utrechts hoogleraar die eigenlijk helemaal de gevaren onderschatte van zogenoemde ongeslachtelijke voortplanting in de natuur. Dit soort voortplanting, daarvoor is slechts één individu voldoende om een geheel nieuwe populatie te stichten. En dat verhaal dat vindt plaats in 1859. Die hoogleraar uit Utrecht die deed eigenlijk iets heel eenvoudigs, maar dat had heel grote gevolgen. Want wat deed hij? Hij wierp enkele stukjes stengel van de brede waterpest in het water in Utrecht. En die plant die komt uit Canada. En 2 jaar later was een totaal verstopt watergangenstelsel het gevolg. Nou, Jan kan dit smakelijk vertellen. En ik kwam uit Amerika en die dacht, kijken of er echt wel zo goed groeit. En die gooide zo'n klein stukje in de gracht van Utrecht. En een jaar later zat die hele gracht hartstikke vol met waterbest. Het was professorale onbezonnenheid en domheid. Waardoor dus heel Europa werd overdekt met de brede waterpest. En in 1939 hebben wij nog de smalle waterpest erbij gekregen. En die heeft de brede waterpest weer verdrongen. En die planten zich alleen maar vegetatief voort. Dus, want wij hebben alleen hier de vrouwtjes. En dat is heel zielig, want die maken wel bloempjes, maar die zullen toch altijd als maagd moeten sterven. Omdat de mannetjes zitten in Japan. Dus ze kunnen nooit bestoven worden. Ja. Mooi, echte bijenplant. Ja, dat is een gelukkig. Mooie bijen. Discusslot. Nou, met deze gezellige naklets besluiten we de excursie en zijn we weer terug in de Discutafelstudio. Heel veel dank aan Jan Nillissen en KNNV Nijmegen, aan de vriendelijke deelnemers aan de excursie en aan Wilfred Reinhold van het platform Stop Invasieve Exoten. Overigens, Jan die noemde in de reportage onder meer de bizamrat, dat heb je misschien gehoord, maar hij bedoelde daar de beverrat. Een kleine spraakverwarring was dat. Tot zover deze aflevering van Discutafel Podcast. Dankjewel voor het luisteren en zoals altijd, reacties zijn welkom. Misschien ken je wel een leuke gast voor onze show of een groen evenement dat zich leent voor een discureportage. Laat maar horen. Op discutafel.nl staan onze contactgegevens. Zoals het er nu naar uitziet, gaan we in de volgende aflevering de jungle in. Nou ja, luister maar. Hij staat online vanaf 13 augustus. Ga intussen lekker naar buiten. En graag tot de volgende keer.